vandaag hebben we onze tweede dag van de soft launch voor Sinopharm vaccin gehad. Soft launch omdat we met een nieuw vaccin zijn begonnen, een nieuw protocol. Het is ook een andere manier waarop het moet worden opgetrokken en bewaard. We hebben dat een soft launch genoemd omdat we het onder beheerste omstandigheden moesten doen. Het is uitstekend gegaan. Een teken van tijd betekent een senior werken. Zo'n drukke dag vandaag. Hoeveel mensen hebben jullie ingeënt met Sinopharm? We hebben uiteindelijk 2575 mensen gevaccineerd. Is dat geen record? Ja. Heb je nog volle arrij, de man? Volle arrij. Om zulke hoeveelheden te verwerken in 6 uren, want we zijn open geweest van 8 tot 2. En met de uitloop naar 4:15, dus omdat er bij POC stonden ze tot om de hoek. En daar heb je wel heel veel intakestations voor nodig. Plus veel prikstations die daarachter 1-op-1 zitten. En een grote ruimte daarachter waar er geobserveerd kan worden. We konden dus daardoor 250, 300 man per kwartier doen. Dat hebben we niet iedere keer zo gered en dat heeft te maken met het vertalen. Moet je voorstellen dat een groot gedeelte van de mensen dat vandaag is gekomen geen Nederlands, Sranang of Engels machtig is. Dus we hebben heel veel met tolken moeten werken. Dus het is eigenlijk een enorme prestatie dat we in de uren dat we gewerkt hebben, zoveel mensen hebben kunnen voorzien van het op een verantwoorde manier hebben kunnen vaccineren. Dankzij het harde werk van veel vrijwilligers. Ik denk dat we met ongeveer 60 vrijwilligers hier hebben gewerkt. En de mensen van RGD, PCS en andere RKZ die hebben geprikt. Hoe komt het dat er zoveel Chinezen zijn? Overwegend Chinees. Nou, kijk, het Sinopharm vaccin is met name onder de Chinese gemeenschap erg bekend. Omdat zij veel contact hebben met hun familie in China. Daar zijn er heel positieve ervaringen met Sinopharm. En zij hebben van hun familie gehoord van je moet niks anders kiezen dan Sinopharm. En dat is de reden waarom zij ook echt gewacht hebben op Sinopharm. Wat ik niet moet vergeten zijn de Chinese organisaties. Die hebben alle interesse geïnventariseerd. Hebben het georganiseerd. En daardoor is het ook zo dat die mensen in een vrij grote concentratie zich in één keer hebben gemeld. Het was ook goed voorbereid. Heel veel van de formulieren waren al deels ingevuld. Dus dat heeft ook gemaakt dat je in één keer heel veel mensen uit de Chinese gemeenschap hebt gekregen. Heeft u ooit COVID gehad? Ik ben hier gisteren nog getest, negatief. Oh. Bent u een van die 6000 geregistreerde Chinezen? Nee, ik wist niet eens dat er een registratie was. Eerlijk gezegd. Maar ik heb gezien dat de mensen worden geregistreerd. En dat is goed, want ze worden geholpen met de taal, met de begeleiding en dat soort dingen. En ik denk dat indien dit wordt gedaan zonder tolken en dat soort dingen, dat er een hele grote chaos zou zijn. De twee vaccinaties die ik graag zou willen hebben toen, is Soberana van Cuba. En Sinopharm van China. En ik heb steeds gezegd,
elk een van deze twee, als die beschikbaar is, dan ga ik gelijk vaccineren. Het is voor iedereen die geïnteresseerd is in Sinopharm, is het mogelijk om zich te melden hier de komende week. We vaccineren alleen met Sinopharm, dus geen AstraZeneca, althans deze week. Mogelijk dat we dat volgende week wel anders doen. Ik moet zeggen dat ik blij ben met de bereidwilligheid die we gezien hebben vandaag. En ik hoop dat ze ook de anderen die nog twijfelen over de streep kunnen halen. Want uiteindelijk is het beste dat we toch die 75% moeten halen. Ja, wat? Ja.